De Antilliaanse rapper Mostaman is al jarenlang een begrip in de underground scene. Geheel op eigen kracht heeft hij een fanbase weten op te bouwen die verder reikt dan het Nederlandse publiek. Wie is hij en wat kunnen we van hem verwachten? Wij zochten hem op in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar woorden, Mostaman is opgegroeid in Curaçao tot mijn 11 jaar. Daarna ben ik verhuisd naar Nederland. Je weet toch, als je immigrant bent toen de tijd, iedereen moet bij familie komen wonen. Dus we woonden 14 mensen in een huis van 2 mensen eigenlijk. Ik wou gewoon, je weet, doeken maken. Dingen die je ziet in je neighborhood, je weet toch, je wil gewoon vooruit gaan. Dus Monster is iemand die gewoon altijd gewoon, je weet toch, vooruit wou gaan, dingen veranderen voor zijn moeder, om een betere omstandigheden te creëren. Die leven op straat is gewoon moeilijk om het te maken. Het is gewoon een hele struggle. En soms je maakt het niet, je gaat dood en je maakt het niet. Je wil gewoon van de straat af, maar dingen zijn moeilijk. Dus dan beginnen we te rappen, gewoon dingen praten die we meemaken. En de hobby wordt meer serieus en serieus. Maar je wil gewoon dingen zeggen die je weet toch? Die frustraties brengen. I took 10 years in Colombia, took the best of me. Now in Marrakesh. Ja, ik was daar in Marokko laatste, zeg maar bijna 2 maanden in Marokko. En Martin van ons, Dismo, heb me daar, je weet toch, invited. En ik heb 2 clips geshoot daar zo. En je weet, Antis en Marokkanen hebben veel met elkaar te maken toch. Dus dat is die connectie. I'm on the road to riches, more money, more bitches. Road to riches, more money, more bitches. Got a pretty bitch like Kim Kardashian. Bitch love dick, but she also a lesbian. We hebben nog niet gemaakt, we zijn blij waar we zijn, maar we willen gewoon. Sky is the limit. We willen gewoon heel ver gaan. We willen minder, je weet toch. Neger ga je die kaya, neger met een bully. Neger ga je die kaya met een rood met mijn tjolie. Neger ga je die kaya, neger met een bully. Zet de WSR, maar zijn er zetten we in een fully. Neger ga je die kaya, neger met een bully. Neger ga je die kaya met een rood met mijn tjolie. Neger ga je die kaya, neger met een bully. Zet maar zijn er zetten we in een fully. Ja, die album is al klaar. Dus kom zo op de straat. En die album kan je gewoon op de underground zien kopen. Je weet toch, het Antilliaanse toko's, Antilliaanse Chinese afvalcentrum. Je weet, die dingen is gewoon underground shit. De jeugd wil gewoon, die boodschap is, ga naar school, man. Ga naar school, luister naar je ma. Snap je, want wanneer je in Jilla bent, al die vrienden, al die matties die je mee rookt en dit. Je belt voor een kaartje en niemand neemt op, dus... Brother, die leven is gewoon... is mooi film kijken en gangster shit zien en clips van rappers zien. Maar die ding is niet zo, bro. Snap je, die ding is hard. Laat me die familie gaan naar pas. Sint dat hem niet kan zo maar. Laat me die familie gaan naar pas. We zo'n koffie en ik hem niet als zak en kooi blaas. Laat me die familie gaan naar pas. Sinta de mi casu mas, na mi pipa mi vida na paz. Mi que cuento anting emotion na mi te laga trans. Ik ben een Antilliaanse rapper, ik rap het meest in het Antilliaans. Ik ga ook dingen in Nederlands doen, support mijn shit. Hoe dat is, niet meer dan ook goed, snap je? En thanks naar jullie voor deze interview, zodat mensen meer van mij kunnen weten deze kant. Je weet toch, een alleen baard. Mostaman, shout-out naar Rocho, jullie zien, Mokromaniac. We hebben een paar dingen die zo komen. En je weet dat we zijn bezig.